Hoe vier je verjaardag? Wel, ik had de pech te verjaren tijdens de quarantaine op 22 april, toen we allemaal binnen moesten blijven zitten. Maar mijn fantastische vriendin heeft ervoor gezorgd dat we die dag gevierd hebben zoals alle andere voorbije jaren, namelijk door geen cadeau te geven. Comedians in quarantaine. En nou, ik had laatste verjaardag, maar als je maar niet binnenkomt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Hé, hey, gefeliciteerd hè! Lekker, zelfgemaakt taartje. Straf bakkie wel. En we hebben nog hele hete pompoens op staan. Oké, wel opvallend hoe expliciet je de temperatuur van de soep noemt, maar nee, ik zit nog vol van de taart. Snap ik. Ga even een stoel voor je pakken. We zijn hier bijeen voor het afscheid van Johan Goossens. Johan, dat je hier nu ligt, terwijl je tot voor kort nog zo levendig was. Tot op het laatst trok je erop uit, weer of geen weer, koorts of niet. Met een zakdoek in de hand, vaak snuffend en wel, zocht je het avontuur op. Je toog naar bos en veld en bouwmarkt. Je was een warm mens. De anderhalve meter samenleving was aan jou niet besteed. Tot op het laatst bleef je iedereen zoenen en omhelzen. Vrienden, kennissen, middenstanders. Maar ook familieleden zoals tante Dini, God hebben haar ziel. Je was sociaal bewogen. Tot je laatste snik ben je in blijven zetten als vrijwilliger in de ouderenzorg. Ondanks je ziekte was je daar niet weg te slaan, al heeft de GGD dat wel geprobeerd. Ook al speelde je gezondheid je parten en was je op het end bijna niet te verstaan door je constante gehoest, bleef je maar ouderen vandaag knuffelen en ondersteunen. Dat je veel liefde hebt verspreid blijkt ook uit je reproductiegetal dat door het RIVM wordt geschat op een slordige 116, een record. Ik wil graag afsluiten met een citaat. Een rimpeling kan een golfje worden en een golfje een gigantische tsunami. Dries Roelvink. Ja, tijdens zo'n epidemie staat men natuurlijk wel wat meer stil bij zijn eigen leven en zijn sterfelijkheid. Zo ben ik al 43 jaar. Ik sta met één voet in het graf, als het ware. Dus ik lig soms wel eens wakker, 's nachts te denken aan hoe mijn uitvaart er zou kunnen uitzien. Zo heb ik eens een paar dingen op papier gezet. Ik zou het klein houden en intiem. Ik zou een kleine kerk nemen met enkel echt beste vrienden en familie. Er zou natuurlijk zeker poëzie moeten zijn. Of persoonlijke teksten van vrienden en misschien leuke getuigenissen over hun leven met mij. Het zou natuurlijk ook mooie muziek moeten zijn. Zo, ik zou graag een koor hebben dat een paar mooie nummers brengt. Misschien ook mijn favoriete nummer waarop ik mijn vrouw heb leren kennen. Dat is eigenlijk sindsdien ons nummer geworden. Dat is heel speciaal. En ik denk als het koor dat nummer zou inzetten, dat niemand het droog zou houden in de kerk. Het is het nummer Axel F. van Crazy Frog. What's going on? Wat op gaaf plekken niet. Hé, als ik doodloop te gaan, hè, leg ik dan wel anderhalve meter naast een andere dooie? Nee, anderhalve meter tussen de grafplekken. Nou, dan ben je de krant kwijt! Spreek met een crematorium, niet? Hey, kreeg ik de urn gratis? Kun je mij dan meegeven in een zak? Want ik moet uitgestrooid worden bij de NEC-stadion. Hoezo niet? Het is toch een vrij land! Ze zijn hier om ons een lesje te leren. Moeder Natuur leert ons een lesje. Moeder Natuur leert ons een lange lesje. Alleen we waren er zelf niet bij. Kan aan allen sterven als het maar geen corona is. Kent dat niemand doorvertellen in de hemel, man. Jongen, 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 word je daar nog gepest en gestorven bent aan corona. Een of andere misselijke kutgriep. Dat is pas kut. Drie katten en een hond besmet met het coronavirus. Voor het eerst is het virus in ons land vastgesteld bij huisdieren. Dat heeft landbouwminister Schouten bekendgemaakt. En blijf ook uit de buurt van je huisdier. Houd minimaal op die anderhalve meter afstand. Houd gewoon de hygiënemaatregelen in acht die ook voor mensen gelden.
handen wassen en dergelijke. En als je bijvoorbeeld een hond hebt, zorg ook dat iemand anders die je uitlaat. Ga je hond niet aaien of knuffelen. Els Broens is veterinair microbioloog. Nee, Roos, dit is 1,5 meter afstand. Dit is te dichtbij. Nee, lieverd. Luister nou naar de minister. 1,5 meter afstand. Dit kan niet. Ja, hou afstand. Luister naar de voorschriften, oké? Nee, Roos, 1,5 meter afstand. Roos? Dit is levensgevaarlijk. Oh, kutkat. Nee, Roos, niet doen. Dit is levensgevaarlijk. Ik hou de romantiek in mijn relatie levend door af en toe wat sexy kleding voor haar te kopen. Deze alsjeblieft. Ja hoor. Nee, daar past mijn vriendin in. Die is hartstikke dik. Het huiselijk geweld is toegenomen de voorbije weken. En dat verbaast me eigenlijk niet. Ik ben zelf een vader van een kind van 5. En ik heb daar dus ook mee geworsteld. De voorbije weken waren soms echt heel, heel moeilijk qua werksituatie. En dan heb je al die stress van thuiswerken. En dan komt er nog eens een kind bij dat continu aandacht nodig heeft. Van 's morgens tot 's avonds. En dat wordt soms wel iets te veel. Zelfs voor mij. Dus ik heb daar echt mee geworsteld, tot ik het boek van Dr. Corrie ontdekte. En dit boek heeft me echt heel hard geholpen. Het is redelijk compact. Je kan hem met 2 handen vasthouden. En je kan er echt heel hard mee uithalen. Op deze manier. Het heeft ook een slappe kaft, dus het laat geen blauwe plekken na. Dus daarom, dank u, Dr. Corrie. Ja, ik las in de kranten dat huiselijk geweld nu vaker voorkomt door die quarantainemaatregelen. Mensen zitten vaak binnen. Ja, bij ons thuis komt dat gewoon niet voor. Ja, we hebben het gewoon goed voor elkaar, weet je. En ja, dat is het gewoon. Ik mag niet klagen over hoe wij het gewoon geregeld hebben. Au, damn it, Evan. Ik was nog bezig. Huiselijk geweld? Nee joh, ik heb ervoor gezorgd dat hier niet plaatsvindt.